Ik heb vakantie, dus dat is heel erg fijn. En morgen ga ik naar een van mijn beste vriendinnen, naar Melanie. En ik heb nu al dus een cadeautjes van Melanie gekregen voor mijn verjaardag. Je vindt het leuk? Ik wou nog eventjes laten zien wat ik dus gekregen heb. Ik ben nu even bezig met een werkstuk. Dat hoeft pas in februari af of zo, I don't know. Maar dat gaat dus over Dominique. Oké. Misschien wel spannend met de meiden erbij. Mila is water aan het drinken. Maar goed, hoi en leuk dat je kijkt naar deze nieuwe vlog. Het is vandaag dinsdag 20 oktober. Ik heb vakantie, dus dat is heel erg fijn. Ik heb vandaag geleerd voor een paar toetsen en wat rustig aangedaan en zo. En morgen ga ik naar een van mijn beste vriendinnen, naar Melanie. En daar heb ik heel erg veel zin in. En verder heb ik niet echt plannen. Ik ben vrij tot en met, tot en met 25 oktober. Dat is dus een beetje vrij. En dus jullie gaan wel allemaal zien wat ik deze week ga doen. Ik heb dus niet heel erg veel plannen. Je kan niet echt ergens naartoe. En ik vind het eigenlijk ook al wel weer prima zo. Maar we gaan het wel allemaal zien. Oké, ik ben nu dus weer terug. We staan nu voor de patatzaak of zo, want we gaan patat halen. Ik heb nog niet gegeten, dus dat is helemaal top. En ik heb nu al dus een cadeautjes van Melanie gekregen voor mijn verjaardag, dus dat is heel erg leuk. Ik heb sieraden en een poster van Dominique en een foto van Harry, dus dat is heel erg leuk. Superleuk. Want ik ben natuurlijk volgende week jarig en anders dan had ze moeten zoeken op school. Want we zitten niet in dezelfde klas. Maar we hebben dus vandaag een film gekeken en nog wat andere video's. En gewoon gezellig bijgekletst. En dat was wel heel erg leuk. We hebben elkaar de laatste keer dat ik daar... ik was nog nooit zeg maar bij haar huis geweest. Maar wel eens een keer... Na schooltijd, zeg maar. Dat was op haar verjaardag. Dat was in begin maart. En toen zei ik, ja, is wel leuk. Kunnen we een keer afspreken? Ja, half jaar verder. Maar goed. Het is nu eigenlijk gebeurd. Dus dat was wel heel erg leuk. Ik haar nu eindelijk weer eens een keer na schooltijd kon zien. Want normaal gesproken zie ik haar op school maar iets van een uurtje per week. Want dan hebben we zeg maar KWT-uur. En dan kunnen we bij elkaar inschrijven. Dus dan kunnen we elkaar nog zien. Want we hebben geen lessen of dingen samen. Dus dat is wel jammer. Maar ja, nu hebben we elkaar de hele dag gezien. En dat was wel heel erg leuk. Ik ga zo meteen nog eventjes leren voor wat toetsen.
Want het moet ook nog gewoon gebeuren. En dus even eten. En daarna, ik ga denk ik daarna even rustig aan doen. En dan hebben we nog een livestream vanavond. En dan is de dag alweer voorbij. Je vindt het leuk? Dat is heel uniek. Dat is toch leuk? Yes. En dat is One Direction. Oké, je zult moeten kiezen. Ja. Dat was in 2019. Hoe kom jij hier aan dan? Toch tof. En dit. Sieraden. Ja! Yep. Dus die kan op mijn whiteboard. En ik wil voor die poster eigenlijk nog zo'n lijst of iets hebben. Ken dat? Want anders dan... Nagel is niet per se heel ver weg of zo. Snap je? Yay! Ik wou nog eventjes laten zien wat ik dus gekregen heb. Voordat ik dat doe, moet ik dus ook eventjes op mijn whiteboard de datum van het album veranderen. Want het is dus nu verplaatst naar 4 december in de plaats van 13 november. Dus dat vind ik best wel jammer. Maar 23 november heb ik dus... Het optreden. En die nummers worden wel gewoon nog gedaan van het album. Alleen het album zelf komt dus later. Wat dus best wel jammer is. Kijk, dat is dus deze kant. En deze. Van Dominique. En die kant wil ik dus gebruiken. Maar dan wil ik het wel eerst in een lijst hebben of zo. Zodat het wat mooier kan blijven. Dus dat hebben we. Ja, kijk, met gatjes. Leuk. Deze. Armband. Ik kan het niet zien, want dat logo zit ervoor. Maar goed, heeft dus hetzelfde hartje. Scherpstellen doen we niet aan. En nog weer hartjes. Orwella, super tof. En foto van Harry. En die gaat wel gewoon alvast op mijn whiteboard. Want dat kan wel. Alleen de poster. Ja, ik hoop dat ik die snel kan ophangen. Ik weet nog niet echt waar. Het was heel erg gezellig bij Melanie dus. Ze zijn super aardige mensen. Ik heb dus een film gekeken. En met haar en nog wat andere video's en zo. Dus dat was wel heel erg leuk. Er werd natuurlijk ook gewoon afstand gehouden tussen mij en de ouders. En de kat, Monster, die deed ook aan afstand. Want die houdt niet zo heel erg veel van vreemde mensen en oogcontact. Want daar schrok die ook nogal van. Maar oké. Okay. Ja, dus het was heel erg gezellig. En ja, mijn huisdieren waren ook gewoon weer blij dat ik weer thuis ben. Kijken, het is vandaag donderdag. Ik ben nu eventjes bezig met een werkstuk. Hoe moet dit nou? Invoegen. Link. Oh, ik ben nu even bezig met een werkstuk. Dat hoeft pas in februari af of zo, I don't know. Maar dat gaat dus over Dominique. Dat is voor muziek, voor het vak muziek. En ik ben nu een beetje aan het schrijven over zijn achtergrond. Dus waar hij dus is geboren. En over zijn vader. Dat zijn vader dus een muziekwinkel heeft. En dat ze open nog met heeft opgetreden en zo. En daar ben ik nu een beetje mee bezig. En daar ga ik zo meteen stoppen. Ik heb trouwens ook al mijn foto's erin gezet. Bijvoorbeeld een foto met hem en een gitaar toen hij nog klein was. En dan nu met een gitaar. Zeg maar dat je het kan vergelijken of zo. Is ook wel leuk. Dat je zeg maar kan zien dat hij vanaf kleins af aan daarmee bezig is. Met muziek maken. En ja, dat ben ik dus nu aan het doen. Het album is dus iets van 3 weken verplaatst of zo. Dus ik, want mijn docent zei dat het ook wel leuk zou zijn als ik zeg maar zou zeggen welke nummers ik goed vind of wat mijn favoriete nummers zijn.
En dus daar ga ik nog even mee wachten tot ergens midden december. Want dan. Ik heb namelijk het idee dat dit album echt. Dat het super tof gaat worden. En dat ik gewoon. Misschien dat daar ook wel weer wat favoriete nummers in zitten. Dus dat. En mijn docent zei ook dat je er ook linkjes in mag toevoegen. Dus elke keer als ik het dan heb over een nummer, dan kan ik dat nummer ook linken. En ik wilde eigenlijk ook één interview in toevoegen. Dat is het interview van de reflectie, de spiegelreflectie, zeg maar, dat die voor de spiegel zit. En dat vind ik persoonlijk echt, dat is echt een van mijn favoriete interviews, zeg maar. Voor als je niet weet wie die is, dan is het best wel, hou je daar best wel informatie uit. En ik vind best wel dat je daar heel erg zijn pure kant kan zien. Zijn oprechte kant en ook wel kwetsbare kant. En dat vind ik heel erg mooi. Dus die wil ik er zeker wel in plakken. En dat dan gewoon even kort over dat interview hebben. En dan ook even zo van, nou ja goed, je kan dit zien in dat interview en zo. Dus dat is nu wat ik aan het doen ben. En dan ga ik zo meteen nog eventjes voor Engels leren. Want daar heb ik volgende week ook een toets van. En dan hebben we nog het weekend. En daarna is de vakantie alweer voorbij. Yay! Moeten we weer naar school. Zoveel zin in. Niet dus. Ik heb volgende week 3 toetsen. Maandag Nederlands, dinsdag commercieel, economie en ondernemen dus, op mijn verjaardag. Zo leuk. En op vrijdag heb ik een Engels toets. En die week erop heb ik ook nog een paar toetsen. Dus ja, dat is een beetje de planning. Ik wil bij deze ook even de vlog afsluiten. Ik vind het wel weer lang genoeg geweest. Ik vond het een leuke vlog geworden. En hebben jullie toch weer een vakantievlog van mij. Aankomende dinsdag ben ik jarig. Dus dat is de 27e. En 1 november is mijn moeder jarig. Dus ik denk dat dat in de vlog daarna komt. Want volgende week komt zeg maar de vlog dat ik dus jarig ben. En dus weer naar school ga. En ik denk die week erop dat mijn moeder jarig is. Ik denk dus dat ik dat niet in één vlog ga doen. Dus ja, er komen verjaardagsvlogs aan. Niet heel erg spannend, want we gaan toch nergens naartoe. Oké, misschien wel spannend met de meiden erbij. Als je deze vlog dus leuk vond, doe dan even een duimpje omhoog. Laat ook even een reactie achter hier beneden. En vergeet mij niet te volgen op mijn social media kanalen. Vergeet mijn blog niet te lezen. En abonneren is gratis. Doe dan ook even het belletje aan. En hoop ik je snel weer te zien bij een nieuwe video.